Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. Jan van Orel, kan jij je introduceren? Jazeker, mijn naam is Jan van Orel. Inmiddels alweer 4 jaar werkzaam bij Vitesse. Ik ben verantwoordelijk voor de fysieke ontwikkeling van de jeugdspelers binnen de academie. Physical coach, zoals ze dat noemen. Ik overleg met trainers over hoe de trainingsweek eruit gaat zien. We monitoren de trainingen. We nemen testen af om te kijken hoe onze spelers ervoor staan en hoe ze zich ontwikkelen. We maken daarop individuele plannen voor de spelers om ze fysiek door te ontwikkelen. Ja, en een gedeelte van de warming-up buiten, de eerste gedeelte van de training, valt ook onder onze regie. En daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het begeleiden van studenten vanuit de HAN, maar ook vanuit de Universiteit van Groningen. En dat vormt eigenlijk ons voetballab. Tim Arends, wil jij jezelf ook even introduceren? Nou, mijn naam is Tim Arends. Ik ben inmiddels 3 jaar werkzaam bij Vitesse. Achtergrond als Sielser en daarna Han. Ik vul de functie fysiek trainer, physical coach in bij de jeugd. En focus me daarin met name op de onder 13 tot en met onder 15, maar ook op de elftallen daarboven, eigenlijk tot en met jong. Het Vitesse voetballab wordt vaak genoemd, maar wat is dat eigenlijk? Het lab is eigenlijk een centraal punt binnen de organisatie waar heel veel data bij elkaar komt. Wij brengen dan in dit geval de fysieke data bij elkaar, maar ook de medische gegevens komen daar samen. Er wordt heel veel overleg tussen de verschillende disciplines. Dus vanuit de technische kant met de voetbaltrainers en met de hoofdjeugdopleiding. Die hebben daar overleg met ons, met de mensen van het voetballab. En daar sluiten vaak de medische staf aan. Maar ook Sebastian van der Sman en Wim Jansen vanuit school en vanuit de coördinator vanuit de academie. En zo hebben we eigenlijk een multidisciplinair team waarin wij alle dingen samenbrengen. En zorgen dat de juiste informatie op de juiste plek komt. Dus het is belangrijk dat we weten waar komt de speler vandaan. Heeft hij blessures gehad? Is hij net nieuw binnen de club? Zit een speler in de groei? Hoe doet hij het volgens de trainers op het veld? Maakt hij daar een ontwikkeling in door? Hoe doet hij het op school? Heeft hij het juiste gedrag? En zo bespreken we eigenlijk elke speler en maken wij inzichtelijk hoe ze erop staan om uiteindelijk de speler op maat te kunnen bedienen. Dus eigenlijk een individueel plan kunnen maken. Als ik kijk naar Martijn Bedde, natuurlijk een lange tijd uit de roulatie geweest. Die is eigenlijk onder het voetballab gevallen de afgelopen periode. En daar hebben wij goed naar gekeken van wat kunnen we met hem doen. We hebben daar een mooi plan voor gemaakt en die hebben we samen uitgevoerd. En uiteindelijk hebben we Martijn weer helemaal terug kunnen brengen naar de belofte. En dat is echt wel een heel lang traject geweest. Maar wel een heel succesvol traject. Met uiteindelijk een fitte Martijn Bedde. Die uiteindelijk ook nog mee mocht in de laatste wedstrijd naar FC Utrecht. Dat hij op de bank zat. En afgelopen zondag uit bij Bikwik Groningen was hij ook nog weer trefzeker. Ja, en dat is wel iets waar we trots op zijn. En dan gedurende het seizoen veranderde op een gegeven moment de technische staf van het eerste elftal. En toen maakten jullie ineens je debuut bij het eerste. Ja, dat klopt. Uiteindelijk kwamen we allebei in aanraking met het eerste elftal. En dat was wel een bijzondere ervaring om mee te maken. Opeens moet je bij de veldtrainingen zijn, bij wedstrijden zijn. Andere belangen, dat je echt merkt dat er gepresteerd moet worden. Dat moet bij de jeugd natuurlijk ook, maar dat is toch in een ander perspectief. Bij een eerste elftal, daar staan toch letterlijk de camera's op. En ineens sta je ook in Gelredome midden op het veld bij de warming-up. Ja. Ja, dat was wel een mooie ervaring. Zeker ook omdat als jeugdspeler of als jeugd vind je het natuurlijk prachtig om in een stadion te staan en uiteindelijk te kunnen spelen. Ik denk dat heel veel jongens dat als droom hebben. Nou hebben wij dat niet als speler, maar wel als staflid bereikt. En dat is wel een hele leuke ervaring. Tim, het maken van je debuut is ook voor spelers heel bijzonder. Voor jullie natuurlijk ook. Wat voor gevoel bracht dat met zich mee? Ja, wel een bepaalde soort spanning, zeg maar. In de dagen daarvoor weet je dat je de warming-up moet doen voor het eerste elftal. Zeker mijn debuut was in Gelredome. Dus dat brengt dan ook weer wat extra met zich mee. De supporters en de muziek die op het veld is. En volgens mij hoort bij het maken van je debuut ook het zingen van een liedje. Heb je al gezongen? Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Dat hebben de spelers wel geprobeerd. En ze hebben ons ook geprobeerd samen op de stoelen te krijgen, maar dat is nog niet gelukt. En jou ook niet.
Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop.